nog samenwerken met de leerlingen van de hogeschool voor hun project. Wat betreft patisserie Veverie, mijn vader heeft die gestart in 1954. Ik heb die voortgezet in 1987. En onze specialiteiten zijn verse koffiekoekjes, traditionele patisserie, vers gebak in het algemeen. Dagelijks hebben wij een vaste klant die in de tea room een ontbijtje komen nemen. En we zijn fier dat we in Gent nog een vaste waarde zijn. Vandaag gaan we voor fingerdough, een lekkere chocoladesausje. Niet ingewikkeld, heel gemakkelijk. We hebben gewoon melk en donkere chocolade. In onze recepturen gebruiken we hier 1 kilo 250 chocolade. Hier tallenbout, 811, een donkere chocolade. Die gaan we laten smelten, ofwel in de microgolf op de stand ontdooien. Laat ons zeggen 10 minuutjes aan een kwartier. Ofwel bij Marie. Ook ongeveer hetzelfde, 10 minuutjes aan een kwartier. Nooit rechtstreeks op het vuur, want de kans voor verbranden is dan heel reëel en dat is niet de bedoeling, maar dat geeft een heel slechte en bittere smaak. Nu laten we de melk koken. Dat duurt ongeveer een minuutje of 3-4. Dan voegen we die toe aan de gesmolten chocolade. De melk is daar eerst gekookt, zie. En nu gaan we bij de chocolade voegen. Nu moeten we in feite de saus laten afkoelen. En dan is die klaar. Het basisrecept is 450 chocolade en een liter volle melk. Als u echter de chocoladesaus sterker wilt, meer doorsmaakt, dan moet u meer chocolade eraan toevoegen. Omgekeerd, als je meer vloeibaar wilt, moet dan een beetje meer melk eraan toevoegen. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Op die manier heb je een zeer lekker en volle smaak chocolade.